Het was Benny Nijman die op vakantie in Griekenland tussen het bruinbraden door stuitte op het talent van componist-pianist Nikos Ignatiadis. En het samenwerkingsverband tussen die twee heren leverde een groot aantal hits op. Waarvan Waarom fluister ik je naam nog absoluut het bekendste voorbeeld is. Dames en heren, Nikos Ignatiadis.